ga maar wat leuks vertellen. Moet ik wat leuks vertellen? Ja. Nou, Eline was vandaag heel de dag werken. En, dat is echt leuk. Dat is heel leuk. En... Ik weet niet eens of ik goedemorgen heb gezegd. Maar zo niet. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb me net klaargemaakt en ik ga zo naar mijn werk. Even lichtjes uitdoen hier. Vlogcamera mee, ik heb mijn lunch mee. Als je wilt zien wat mijn lunch was, moet je even naar een video van gisteren kijken. Want ik heb gisteravond uitgebreid laten zien wat ik voor lunch heb. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik heb nog even schoenen aan. En ik ga nog heel veel deze wenkbrauw bijtekenen, want die ziet er echt niet uit. Nou, de metro viel uit, dus dat was vet irritant. Lekker vertraging. En ik ben weer onderweg naar mijn werkje. En waarom staat hij niet scherp? Op mijn vinger wel, maar... Maar het is zo koud. Het is echt... Je ziet het ook aan mijn adem. Het is echt vet koud. Dus ik hoop dat het buiten warmer is. Want mijn voeten die zijn ook vet koud. Deze schoenen, mini tonka's. Ze zijn leuk, maar ze zijn niet warm. En ik snap niet waarom iedereen het wazig is. Ik zal straks de lens even schoonpoetsen. En daarna, ja, misschien dat ik jullie vandaag wel mijn lunch laat zien. Ik zal proberen te overleggen of ik misschien wat meer mag filmen binnen. Maar niet onder werktijd natuurlijk, maar misschien wel in mijn pauze. Dus, op naar werk. In de lift met de outfit of the day. En klaar met werken. Nou, ik ben weer onderweg naar huis. En ik ben nu op de bus aan het wachten. Ben dit sticking a little long time. Dus ik zal zo even tegen Jeff zeggen dat hij het eten vast klaar moet maken. Want hij gaat vanavond voor me koken. Superleuk. Maar dit keer een recept van mij. Want Nassi kan hij altijd wel goed maken. Maar een recept van mij vind ik altijd wel spannend als hij het dan maakt. Omdat het toch... Ja, ik ben het alleen op mijn manier gewend. Dus dan ben ik het wel benieuwd hoe hij het doet. Dus zal ik lekker eten. En daarna nog sporten. Dus nog even volhouden. Ik ben nu al kapot. Ik weet niet hoe ik het allemaal ga doen. Maar het komt goed. Oké, ik heb zonder twijfel echt het liefste vriendje van de hele wereld. Jij? hij had alvast eten voorbereid en hij heeft heel veel van de afwas gedaan. Super lief. En we gaan nu lekker eten. Vegan kipschnitzel. Ja, hij is een beetje verbrand geweest. Patatjes en bloemkoolsteak. Het is weer zover. En want de vorige keer dat we dit maakten toen... Of de vorige keer dat ik het maakte, toen waren we echt super blij. En vonden we het super lekker. En... Ja, nu heeft Jeff zijn creatie gemaakt, dus ik ben heel benieuwd. Wel met mijn marinade, want die had ik van tevoren gemaakt. Ik denk dat het ziet er sowieso echt wel heel lekker uit. Dus die van Jeff. Dus we hebben eigenlijk gewoon precies hetzelfde, alleen Jeff heeft dan normale burgers en ik heb vegan kipburger. En nu lekker eten en ik eet het met de patatjes met mayo en de schnitzel met chilisaus. Deze veganistisch en die niet. Gaan we iets kijken op de laptop ofzo? Ja, ik wil ook wel iets kijken op de laptop. Ik weet niet wat. Ik wil wel iets korts of zo. Want we gaan vanavond ook al in de sportschool iets kijken. Kijken. Zo. Ga maar wat leuks vertellen. Moet ik wat leuks vertellen? Ja. Nou, Eline was vandaag heel de dag werken. En, dat is echt leuk. Dat is heel leuk. En ik ging muziek maken. En ja, wat dingen regelen voor de sportschool. Zodat wij vanavond... Lekker naar de sportschool kunnen. We gaan vanavond samen naar de sportschool. Dan durf ik misschien ook weer te vloggen als jij erbij bent. Dan vind ik het. Weet ik, schaam want als ik me eentje vlog. Maar als ik dan met Jeff erbij ben, dan denk ik van boeien. Dan is van I don't have to impress anyone. You don't have to impress anyone. Yeah. Oké, okay, dit had ik vanmiddag gedaan. Copyright. Ik wil geen copyright. Nee. Ik denk niet dat het copyright is. Hopelijk. Nou, spreken jullie zo meteen als we waarschijnlijk naar de sportschool, als we al bij de sportschool zijn. Doei! Zo is het eten. Doei! Nou, ik heb net mijn vlog geëdit en we hebben lekker gegeten. Voordat jullie denken van, oh, dit zal wel het einde zijn. Nee, dat is niet. We gaan namelijk nog naar de sportschool. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik best wel hoofdpijn heb. Waarschijnlijk omdat ik gewoon te weinig geslapen heb. Ik zat gisteren al te kijken, 6:03. Nou ja, waarschijnlijk is het uiteindelijk... 6,5 uur geweest dat ik geslapen heb. Terwijl ik eigenlijk echt wel 8 uur moet hebben voor mijn gevoel. Ik merk gewoon dat als ik een drukke werkdag heb, dat ik eigenlijk gewoon echt goed moet slapen. Dus het is een beetje dom. Maar ik ga, ja, ik vind het toch zonde om de workout over te slaan. En zeker omdat ik nu samen met Jeff ga, vind ik het wel heel leuk. Dus we gaan straks lekker sporten. Dus ik ga me even omkleden en dan gaan we straks naar de sportschool. Yeah!
En dan ga ik filmen, want met Jeff durf ik dat wel. En dan kan ik de sport gewoon een beetje laten zien. Hij is echt best wel groot en cool. En Jeff heeft hem ook nog niet gezien sinds hij vernieuwd is. Nee, het is alweer 3 maanden geleden. Of nee, het is alweer langer, een half jaar geleden. Inderdaad. Dus stilte ook. Helaas zijn alle loopbanden bezet, dus we gaan hierop. Ja! Yeah. Hoe gaat hij daar? Goed. Oké, helaas voel ik me niet veel beter na de workout. Ik ben wel blij dat we gegaan zijn, maar ik heb nog meer hoofdpijn gekregen. En ik moet echt goed slapen vanavond, anders dan voel ik me morgen weer zo. Dus ik ga nu heel snel douchen, heel snel slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje. En ik heb in totaal volgens mij best wel veel calorieën verbrand. Dus ik ben blij dat ik... Nou ja, niet dat ik het voor de calorieën doe, maar ik ben gewoon blij dat ik gezweet heb. Dus dat ik wel, zeg maar... Ja, ik ben ook wel kapot. Dus ik heb wel het idee dat het was een korte workout, maar het was wel echt een goede workout. Dus. En nu ga ik snel slapen voordat ik ga kotsen. Want ik kan echt niet meer druk doen. Ik voel me echt kut. Dus... Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje en hoop ik zie je morgen weer. Doei. Doei.